Hallo en hartelijk welkom op ons kanaal. We zijn op dit moment in Spanje. We genieten volop van Spanje natuurlijk, maar ook van onze camper. Onze camper die wordt binnenkort 5 jaar en hij bevalt nog steeds prima. En toch begint het een beetje te kriebelen. Soms dan denken we wel eens, wordt het tijd voor wat anders? Misschien een keer een andere camper, maar heel belangrijk natuurlijk ook, wat zou onze camper nog waard zijn na 5 jaar? Nou, daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar en er zijn natuurlijk veel manieren waarop je je camper zou kunnen verkopen of inruilen. Ten eerste is er natuurlijk inruil bij de dealer. Misschien wel het meest voor de hand liggende. Maar er zijn meer manieren. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een verkoopsite, zoals bijvoorbeeld Marktplaats of Facebook. Maar er is ook nog een derde optie en die gaan we eens nader bekijken. Dat is namelijk een verkoopservice. En een verkoopservice moet je zien als een soort bemiddeling tussen jou en een eventuele koper van je camper. En meestal zijn dat dan dealers die campers inkopen. Nou, wij zijn terechtgekomen bij het bedrijf ikwilvanmijncamperaf.nl. En dat heeft ons getriggerd. Daar gaan we eens even deze video over maken. Waarom zou je nou gebruik maken van zo'n verkoopservice? Er zijn een aantal voordelen te benoemen. Ten eerste de snelheid. Het gaat om een snelle verkoop. Je hebt geen gedoe. En geen gedoe, daar bedoel ik mee, geen onderhandelingen. Je krijgt geen mensen aan de deur die proefritten willen maken. Je krijgt geen waanzinbiedingen, noem ik het maar even. Hele overdreven lage biedingen. Daar heb je allemaal niks mee te doen. Het werk wordt je helemaal uit handen genomen. Het papierwerk hoef je niet te doen. Mocht je tot een akkoord komen, dan wordt de camper thuis bij je opgehaald. Dus kortom, het is heel veel gemak. Ik zeg er direct bij, je moet je realiseren dat dit waarschijnlijk niet de hoogste prijs oplevert. Want het is natuurlijk een dienst en daar moet ook voor betaald worden. Echter, het is gratis om je in te schrijven en het is geheel vrijblijvend. Je bent tot niets verplicht. Je schrijft je camper in. We gaan zo vertellen hoe dat proces in zijn werk gaat. En mocht je dan een bieding krijgen, dan kun je altijd niet akkoord gaan. Je kunt er altijd vanaf zien. Het is dus gratis en vrijblijvend. En dat heeft ons getriggerd, want wij gaan de proef op de som nemen. Wij zijn wel eens benieuwd wat onze camper nou waard is als ik hem aanbied bij ikwilvanmijncamperaf.nl. Voordat we zo meteen gaan beginnen, zal ik eerst nog even uitleggen hoe het proces van aanmelden bij ikwilvanmijncamperaf.nl globaal in zijn werk gaat. We beginnen met foto's maken, want foto's zijn natuurlijk belangrijk om je camper zo goed mogelijk te presenteren. Daarna gaan we onze camper aanmelden bij ikwilvanmijncamperaf.nl. En dat gaat Wilma even doen. Als je aanvraag is ontvangen bij ikwilvanmijncamperaf.nl, dan nemen ze contact met je op dat de aanvraag goed is ontvangen en misschien hebben ze nog wat aanvullende vragen. En daarna gaan ze voor je aan de slag. Ze gaan binnen hun uitgebreide netwerk van dealers gaan ze op zoek naar de beste prijs voor jouw camper. En in dit geval voor onze camper. Op een gegeven moment krijg je een inkoopvoorstel. En in dat inkoopvoorstel staat heel simpel de prijs die je krijgt voor je camper. En daar kun je mee akkoord gaan of je kunt hem afwijzen. En dat nogmaals is geheel vrijblijvend. Nou, ga je akkoord, dan is de volgende stap in het proces. Dan wordt je camper dus officieel verkocht en krijg jij het bedrag daarvoor. Nou, zover zijn wij nog lang niet. We zijn natuurlijk wel heel benieuwd wat onze camper waard is. Dus ik ga snel wat foto's maken en dan kan Wilma aan de slag. Ik begin aan de buitenkant. Straks gaan we natuurlijk ook foto's van de binnenkant maken. Maar we gaan gewoon helemaal rondom een paar goede foto's maken. Nou, deze lijkt me goed. Een paar foto's van de voorkant. Onze camper is natuurlijk in gebruik nu. Dus ja, we kunnen hem niet leeg fotograferen. Maar goed, in gebruik denk ik dat ook wel goed is. Want ja, zo is onze camper nu eenmaal. Ik ga verder met foto's maken. Nog een paar van de binnenkant. En dan ben ik wel klaar. Ja, dat was hem. Ik heb de camper aangemeld. Nu krijg ik straks een sms'je. En een e-mail waarin een link staat dat ik de foto's kan uploaden. En dan is het wachten op het telefoontje. Inmiddels zijn we weer thuis. Maar we gaan ook even weg. Maar dit keer met de auto. En waar we naartoe gaan, dat ga ik jullie in de auto vertellen. We zijn op weg naar Enschede, want daar zit het bedrijf ikwilvanmijncamperaf.nl.
En we hebben gebeld, want ik vond, ja, zo'n website, ja, weet niet wat ik daarbij moet denken. Maar dat is helemaal geen probleem. Naast het belletje zei Juri, want daar heb ik straks een afspraak mee, van nou kom maar eens langs, dan zal ik jullie laten zien wie wij zijn en wat we doen. En dat vinden we wel heel leuk. En helemaal omdat het zo dicht bij ons is, kunnen we er natuurlijk even zo naartoe rijden. Voordat we naar binnen gaan, ga ik nog even vertellen wat er tot nu toe gebeurd is nadat ik de camper heb aangemeld en de foto's heb doorgegeven. Daarna kreeg ik een telefoontje en daarin werd gevraagd naar wat meer specificaties van de camper. Een tijdje daarna kregen we een mailtje en daarin stond een waardeindicatie met de vraag van: gaan jullie akkoord met dit bedrag? En dat was niet één bedrag, het was een range waartussen de camper eventueel verkocht kan worden. Wij hebben gezegd akkoord, doe dat maar. En nu is het dus aangeboden bij het dealernetwerk van ik wil van mijn camper af. Het aanbieden van onze camper hebben we undercover gedaan. Want we willen natuurlijk wel een zuivere berekening van hun krijgen. Wat ze voor onze camper zouden willen geven. Ik denk deze of deze. Ah. Hallo. Hallo. Is goed. Wilma, ja. Hi. Hi, Juri. Kom erin. Dankjewel. Juri, wat leuk dat jij zoals portaar zei van ja, kom maar even toen ik belde om te vragen van wie, wat zit er nu eigenlijk achter de website. Erg leuk. Graag gedaan. Zal ik jullie eens even wat laten zien? Ja, maar ik heb eerst eigenlijk even een vraagje. Want ik kan het nu wel verklappen, wij hebben natuurlijk onze camper aangemeld. En toen ging ik naar de website ik wil van mijn camper af en toen kwam ik uit bij ik wil van mijn auto af. Waarom is dat? Nou, wij helpen mensen al jarenlang met de verkoop van bijvoorbeeld hun camper en doen we dat via onze bekende website ikwilvanmijnautoaf.nl. En vanaf daar zijn we doorgegroeid naar andere voertuigtypes. En dit jaar staat er een ikwilvanmijncamperaf.nl op de planning. Oké, dus dat ikwilvanmijncamperaf is nog in ontwikkeling? De website ikwilvanmijncamperaf is in ontwikkeling, maar wij helpen mensen al natuurlijk al wel met de verkoop van hun camper. Zal ik je even wat laten zien? Ja, graag. Hier zien we onze IT-afdeling en die zijn druk bezig met de ontwikkeling van onze websites, het bijhouden van onze processen die de verkoop begeleiden. Dan gaan we nu naar onze verkoopspecialisten. Dat is het kloppend hart van ons bedrijf. En daar zit ook de afdeling klantenservice onder andere. Oké, en hoeveel mensen werken daar? Daar werken ongeveer 50 mensen. Dat is veel. Ja, we zijn niet alleen bezig met het verkopen van campers, maar ook allerlei andere voertuigen. Ja, oké, leuk. Nou, ik ben benieuwd. Wat een geroezemoes, hè? Wat een geroezemoes. Ja. Dit is het kloppend hart van ons bedrijf. Dit zijn onze verkoopspecialisten. Ja, als de aanmelding van een camper of ander voertuig binnenkomt, dan wordt die hier opgevolgd. Ja. Nemen ze contact met je op en gaan ze voor jou op zoek naar een geschikte koper. Ja, en hier zitten ook de mensen die de specificaties verder opvragen. Ja, precies. Ja. Na aanmelding nemen we contact met je op om de voertuiggegevens zo compleet mogelijk te maken. Helpen we je met het opstellen van de advertentie. En gaan we daarna op zoek naar een geschikte kopende dealer. Ja, als we onze camper via jullie verkopen, dan krijgen we niet de hoogste prijs. Hoe kan dat? Nou, wij zijn een bemiddelingspartij. Je kan ons vergelijken met een makelaar, maar dan voor campers. En wij gaan voor jou op zoek naar een kopende dealer. Dus voordelen van ik wil van mijn camper af zijn een gemak van aanmelden. Je kan vanuit je luie stoel je auto aanmelden. Wij nemen daarna contact met je op. Gaan voor jou op zoek naar een kopende dealer. Die dealer komt bij jou altijd het voertuig ophalen. Je krijgt altijd de afgesproken prijs. Er wordt niet onderhandeld aan de deur, je hebt geen gedoe met proefritten. Het is gewoon een persoonlijke verkoopservice. Nou hoor ik jou zeggen, de prijs is niet onderhandelbaar. Maar ja, eerlijk gezegd, ik heb natuurlijk wel bij de reviews even gelezen over wat er gezegd wordt over jullie bedrijf. En daar stond wel eentje tussen die zei, dan komt zo'n dealer bij mij aan de deur en die gaat toch onderhandelen over de prijs. Hoe kan dat dan?
Nou, het kan natuurlijk altijd zijn dat er een paar beschadigingen bijvoorbeeld over het hoofd zijn gezien, waardoor de dealer een afwijkend bod moet doen. Maar je bent nooit verplicht om dat bod ook te accepteren. Nou is het aanbieden van mijn camper gratis, maar dat snap ik niet helemaal, want jullie moeten toch ook betaald worden? Ja, het aanbieden en het verkopen van je camper is gratis en wij krijgen betaald door de kopende partij. Dus als het ons lukt een camper te verkopen, dan betaalt de kopende partij ons een commissie. Nou, ik vind het leuk hoor om even hier zo op de werkvloer te kijken, maar het valt me wel op, het zijn toch voornamelijk mannen wat hier zit. Mijn meeste collega's zijn mannelijk inderdaad. Het verkopen is blijkbaar een mannelijk ding, maar we hebben wel een flinke hoeveelheid vrouwen op onze afdeling klantenservice. Maar ik kan me ook voorstellen dat toch nog wel een beetje die ouderwetse gedachte er is van ja, auto's, campers, dat is voor mannen. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Oké, ja. Juri, wat leuk dat wij hier mochten zijn en dat wij de mensen die hier achter de schermen werken ook hebben mogen zien. Maar nou heb ik nog wel één vraag. Wij hebben een waardeindicatie gekregen, daar hebben we akkoord op gegeven. Wat gaat er nu verder gebeuren? Na de waardeindicatie krijg je een concreet inkoopvoorstel. En als je daarmee akkoord gaat, dan brengen wij jou in contact met de kopende dealer. En die dealer komt volgens bij jullie langs om het voertuig op te halen. En die regelt dan ook meteen de overschrijving en de betaling. Oké, helder. Ik denk dat ik geen vragen meer heb. Dus ik wil jou bedanken voor je gastvrijheid hier. Ik vond het heel erg leuk om wat meer uitleg te krijgen. Dus dankjewel. Graag gedaan en jullie ook bedankt. We zijn inmiddels een paar dagen verder. En we hebben een bord binnengekregen. Ik moet eerlijk zeggen, het viel ons niet tegen. En ja, je moet je natuurlijk ook realiseren. Als je via ikwilvanmijncamperaf.nl je camper kwijt wil, dat je niet het allerhoogste bedrag krijgt. Dan zou je hem toch particulier moeten verkopen of moeten inruilen. Maar ja, je hebt natuurlijk wel het gemak van even op de website iets invullen, wachten totdat er een bieding komt, je op de knop ja drukken en dan heb je je camper verkocht. Dan komt nu de grote vraag, willen wij van onze camper af? Als we nu ja zeggen, dan wordt hij morgen opgehaald. En dan zijn we in één keer camperloos. Dus dat doen we nog maar even niet. Maar we hebben wel gemerkt dat als je echt snel van je camper af wil, dat je tussen 1 en 2 weken alles geregeld kunt hebben en je camper kunt verkopen. Conclusie, wil je of moet je snel van je camper af, dan is ikwilvanmijncamperaf.nl een hele goede oplossing. We hopen dat jullie deze productinformatie ook konden waarderen. Bedankt voor het kijken. Geef een duimpje omhoog. En ja, abonneren, dat zijn jullie natuurlijk allemaal al. Ben je dat niet, doe dat dan nog even. En dan zeggen we bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doei!